Iets dat we elke dag, elk uur, elk seconde gebruiken. Dat zijn deze vijf vingers. Die hebben een bepaalde taak, zoals we nu lekker gegeten hebben. En die mensen daar in de keuken, die hebben allemaal hun vingers gebruikt om alles zo heerlijk te maken dat wij allemaal kunnen genieten vanavond. Hier komt ie, de vingers. De vingers twisten eens met elkaar wie een hunner wel de voornaamste waren. Zwijg, dat ben ik, zo riep toen de duim. In mijn zit kracht, in mijn zit kruin, gij vieren kunt niet zonder mij. Het is het recht dat ik koning zeg. Pas op, zo riep toen de tweede vinger. Ik ben, zou ik het denken, niet schillinger. Met pen en stift kan ik slechts maken. Wie werkt er zo ijverig in mijn hoofd? Daarom komt mij de voorrang toe. De derde riep van alle vijf. Ben ik niet de grootste buitenkijk? Ik sta in midden als kapitein. Dus moet wel de voornaamste zijn. De vierde riep, gebruik verstand. Wie ziet men door het ganse land met goud, diamant en edelgesteden? Zal wel koning zijn, zo ik het meen. En nu komt het, dames en heren, jongens en meisjes. De kleine pik zweeg rustig stil en mengde zich niet in het geschil. Maar dan riep hem, kom zich op, wat voor nut doet gij wel kleine dop? Hij sprak toen, dat weet ik zelf eens niet, wie mij gevormd heeft. Weet heel goed waarvoor het hier wel dienen moet.